En het idee was eigenlijk voor Almelo iets, weer een beetje leverigheid te creëren voor de winterperiode. Toen hebben we gekeken, wat zijn de mogelijkheden? Nou, dat we in hebben een keuze gemaakt. Food, dat bindt. Hè? Eten, drinken. Dus zijn we een soort excursie gaan doen langs de velden. En zijn we in Amsterdam terechtgekomen bij Food Festival Amsterdam. Daar zagen we een heel erg leuk scala aan foodtrucks met veel interactie. We denken, dat moet gebeuren in Almelo. Ja, zo zijn we het eigenlijk aangevlogen. Zeer veel deelnemers zijn uit hunzelf gekomen richting ons. Allemaal hebben ze hun eigen identiteit met hun eigen charme, hun eigen muziekstijl, maar ook hun eigen assortiment. We hebben een heel erg leuk scala kunnen creëren voor deze eerste editie. Dus denk daarbij aan de biologische hamburgers, de hotdogs met zuurdesembrood, maar ook de smoothies en de scones mogen niet worden vergeten. Een hele gave industriële bar geregeld samen met onze brouwerij. En als we ze nu kijken en net even ophalen na 2 uurtjes, kunnen we nu eigenlijk al stiekem spreken over een succesvolle editie. Veel positieve reacties. We hebben een internationaal veld overigens die meedoet aan de deelnemers. We hebben iemand uit Duitsland, we hebben 2 mensen uit België. Dus hoe leuk is dat om Almelo zo te profileren tijdens de winterperiode? Er zijn mensen die zeggen dat het wel groter mogen zijn. Ja, terechte vraag. Is ook iets wat we hebben nagestreefd. Alleen we willen wel eigenlijk zorgen dat iedereen in een veilige omgeving een leuke dag kan hebben, middag kan hebben. Waarin we in fase 1 eigenlijk hadden gezegd, we willen buiten uitbreiden, buiten de boog hallen. Hè? Want de Indiëtrein dat is natuurlijk heel erg breed en heel erg groot. Maar toch, door de weersomstandigheden en de voorspellingen hebben we een keuze moeten maken om alles in de hal te doen. Wat je dus nu ziet, en als je zegt dat waar ik een rondje loopt, is dat je heel erg compact de deelnemers bij elkaar ziet, maar daar ook heel snel de gezelligheid. Dus misschien inderdaad een terechtpuntje voor de 2e editie.